Helemaal, welkom bij weer een nieuwe video en het is een keer een andere soort favoriete video. Eigenlijk hoort er nu een favoriete van de maand online te komen, maar ik zeg jullie heel eerlijk. Sorry, ik moet even niezen. Ik zeg jullie heel eerlijk, ik heb niet zoveel favorieten van deze maand en ik film vooruit. Dus ja, ik heb eerlijk gewoon geen tijd om een favoriete van de maand op te nemen. Dus en daarom doe ik het nu en ik heb de afgelopen tijd niet echt een boek uitgelezen of een superleuk spel gespeeld of dat soort dingen. Dus ik heb een keer een favoriete boek en dan doe ik het zeg maar over dingen die ik eerst heb gelezen toen ik wat jonger was. Of die me boeken die me veranderd hebben, maar ook een boekenreeks. En dan zal ik ook vertellen wat ik ervan vond en waarom het mijn lievelingsboek is. En of wat er nog meerdere boeken van zijn. Dus dat eigenlijk. Het is weer een hele soort... Maar ik dacht heel graag een keer eens mijn boeken doen, want ik ben dol op lezen. Ik moet eerlijk zeggen dat het boek waar ik vorige video van de maand van Chris Colfer het vierde boek ontzettend moeilijk vind om daarheen te komen. Maar dat is ook gewoon wat ik een beetje leesdipje heb. Ik heb gewoon niet zoveel motivatie om dat nu te lezen. En ik vind het ook niet zo'n leuk boek, zeg maar. Ik vind het heel moeilijk om daarheen te komen. En ik heb hierna nog twee delen. Dus ik heb ook nog allemaal losse boeken van hem gekocht. Of eigenlijk gekregen. Maar dat wordt... Het is eentje letterlijk, nou, laten we zeggen, zo dik. En ik ben heel erg benieuwd wat ik dat wel leuk vind. En ik heb een dagboek van hoe hij dit boek heeft geschreven. En ik heb nog een soort dagboekje, verhaalachtig ding. Dus ik ben er nog niet, want hij heeft zoveel andere boeken nog die ik ook wil hebben. Dus, maar dat kan ik dus pas laten zien als ik ze echt gelezen heb. Dus ik ga echt alleen boeken laten zien die ik ook echt al uit heb. Want anders kan ik wel heel veel boeken opnoemen. Terwijl ik ze niet eens allemaal uitgelezen heb nog. Omdat ik er nog mee bezig ben. Maar het eerste boek. Dat is dit boek. En jullie hebben hem al wel twee keer voorbij zien komen. Dat is het boek van Jonathan Van Ness. Over de top. Ja, dit boek vond ik ontzettend mooi. En goed. Ja, de letters vond ik ook heel mooi en fijn. En de bladzijden waren iets groter. Dus het is wel een pittig boek, zeg maar. Je moet wel gevorderd zijn in Engels. En dat ik las dit boek toen ik nog geen echt Engelse boek had gelezen. Of tenminste niet zo hoog niveau. Maar een beetje de basis, zeg maar. Dus het is wel echt een pittig boekje, zeg maar. Dus je moet wel goed zijn in Engels. En voor de rest, je moet een beetje... Je moet niet te veel veroordelend zijn. Want anders ga je dit boek niet uit kunnen lezen. Want het gaat, zeg maar, over het verhaal van Jonathan Van Ness. En zoals jullie weten ben ik heel erg fan van hem. Dus... ik heb er geen moeite gehad met lezen. Ik vond het wel moeilijk om te lezen. Omdat ik het heel vervelend vond dat hij dit soort dingen heeft mee moeten maken. Maar ik vond het niet zeggen dat ik denk, nou, ik vind hem niet leuk meer. Of ik ga me dood voor hem of zo. Want sommigen zijn geen fan meer van hem geworden. Omdat hij zo'n dingen heeft meegemaakt en ook heeft gedaan en dat soort dingen. Ja, ik vind het, zeg maar, het enige nadeel is wel, als je een hardcover neemt, is dat... En daar hou ik nooit zo van. Vooral met het lezen vond ik het heel vervelend. Zeg maar. Dat het zeg maar heel de tijd zo verschoof. Maar ik kan het je zeker aanraden. Ik heb deze vorig jaar voor mijn verjaardag gehad. En ook met heel veel plezier gelezen. En volgens mij was deze 15 of 20 euro. Ik zou proberen om ook nog de boeken voor jullie te linken. Zodat je hem zelf ook kunnen kopen. Mocht je geïnteresseerd zijn. Maar ik weet niet wat mijn oma hier toen vond. Want ik wist dat ik hem van mijn oma zou krijgen. Want dat heb ik toen zelf besteld. Maar... ja, deze dus. En deze heeft me zo erg veranderd. En ook heel erg, zeg maar, op een positieve manier hoor. Dat je ook naar niet, zeg maar, ook dat je niet te snel moet judgen. En dat je ook gewoon, ja, dat het ook oké is als je zelf mag zijn en dat soort dingen. Dus het is wel echt een, ja, een boek waar je heel veel van kan leren, vind ik zelf. Dus ja, en ook omdat ik ben een beetje bevoordeeld omdat ik heel erg fan van Jonathan Van Ness ben. Echt obsessed ben ik met Jonathan Van Ness, dus... ja, ik zou het je zeker aanraden. En ja, gewoon een heel mooi boek. Oké, dan gaan we verder met een reeks, zeg maar. En ik heb nu de eerste drie boeken klaargelegd, omdat ik deze tot nu toe uit heb. Nou, de eerste, die hebben jullie ook al voorbij zien komen, ook best wel vaak al. En dit is The Land of Stories, The Wishing Spell, dus de eerste. Deze is ook het minst, nee, niet het minst dik, volgens mij. Deze het minst dik. Ga eens even kijken voor de zekerheid, voordat ik iets zeg. Deze heeft 438 bladzijden. Dus de Nederlandse versie die ik hier eerst van heb gelezen was dikker. Maar deze is niet het minst dik volgens mij. De minste dik is tot nu toe de derde die ik gelezen heb.
Ja, deze dus. Ook dit vind ik een heel mooi en leuk boek. Ik ben obsessed met deze boeken. En met Chris Colfer. Ook van Chris Colfer ben ik heel erg fan. En daarom wilde ik deze boek ook heel graag lezen. Ik heb hem dus eerst Nederlands gelezen en van de Bieb geleend. Daar was de cover ook hardcover. Dit is zeg maar gewoon, ja, dit gaat wel snel kapot, zeg maar. En voor de rest, ik ben heel erg obsessed met deze guy die hier zit. En hij speelt dus ook in Glee. Of speelde in Glee. En daarom vind ik hem ook zo leuk. Maar eerlijk, ik zeg je eerlijk, je moet wel van sprookjes houden. Maar het is niet dat ik deze boeken extra leuk vind. Ja, het is wel dat ik boeken extra leuk vind omdat hij ze geschreven heeft. Maar ik ga niet zeggen dat ik iets leuk vind als ik het niet leuk vind. Omdat hij het heeft geschreven. Als ik het niet leuk had gevonden, had ik het ook eerlijk gezegd. Dan had ik deze boeken niet eens gekocht. Dan had ik het alleen bij de Bieboek gehouden. Maar de Bieboek heb ik letterlijk binnen 3 of 4 dagen uitgelezen. En dat was nog dikker dan deze. Omdat er ook iets grotere letters in stonden. En de bladzijden waren wel groter dan deze. Dan zou je eigenlijk zeggen dat er minder bladzijden in moeten zitten. Maar oh nee, ja, het is logisch dat er meer bladzijden in zitten. De bladzijden groot zijn, dan kan je niet alles opschrijven. Maar ja, dit is echt een... Ook de kaft is heel mooi. En ja, hoeveel sterren geef ik dit? Nou, trouwens, dit boek geef ik sowieso 5 uit de 5 sterren. Ook al is het niet echt door een schrijver geschreven. Het is wel... Het is door hem zelf geschreven, dus door Jonathan Ness. En ja, weet je, ik vind het wel leuk. Maar ja, het is oprecht heel leuk. Een heel mooi boek. Dus 5 uit de 5 sterren voor het boek van Jonathan Ness. Deze heb ik ook 5 uit de 5 sterren, omdat het punt 1. En ja, je moet wel van sprookjes houden. Dus dat ik deze boeken ben gelezen, ben ik obsessief met sprookjes en de Efteling en dat soort dingen. Ja, ik weet niet wat de Efteling ermee te maken heeft, maar met sprookjes en Disney en dit soort dingen. Dus, en ik, ja, zoals ik al zei, de kaft. Even kijken hoe kortjes dit is. Trouwens, als je meer van boeken en zo wil weten, wat ik op dit moment te lezen ben, moet je me eventjes volgen op Instagram. Daar plaats ik heel veel dingen over boeken. En dat soort dingen. Nou, heel veel. Gewoon in ieder geval als ik weer niet op het boek begonnen ben en zo. En de bladzijden. Ja, kijk even hoe mooi het lettertype is. En laat ook eventjes weten of dat jullie heel graag een keer mijn boekencollectie willen zien. En wat ik dan, zeg maar, wat ik de highlights daarvan dan. Dus kan ik ook vertellen wat dat ik ze gelezen heb en wat ik ervan vond. Dat doe ik nu eigenlijk ook wel. Maar ja, laat het even weten. Dat vind ik heel erg leuk. Om te doen. Dus laat even weten of jullie nog meer boekenvideo's willen zien. En voor de rest, er staan ook bij elk boek zit er een kaart in. Of iets in ieder geval zo'n flapje. Dus dat is heel leuk. Dit zijn zeg maar de plekken die je hebt. Bijvoorbeeld The Red Riding Hood Kingdom en The Charming Kingdom en The Northern Kingdom, The Sleeping Kingdom, Mermaid Bay, The Fairy Kingdom, The Troll en Goblin Territory. The Corner Kingdom, The Dwarf Forest en The Elf Empire. Dus, oh ja, en een hele play staat er nog bij. Dus heel mooi. Dat zat er dan bij het hardcover boek niet in. En voor de rest, ja, wat ik dus wil zeggen. Je hebt ook bij elk hoofdstuk steeds een plaatje erbij. Ja, dit is dan zeg maar, kijk even hoe mooi deze letter. Maar, en dus hij zegt ook elke keer een quote voor iemand neer. Deze heeft hij gequote aan zijn oma. Dus, kijk. Bij elk hoofdstuk zit dan zo'n mooi plaatje. En ik denk ook als ik klaar ben met deze reeks, dat ik hem helemaal weer opnieuw ga lezen. Want dit is echt een... Je leest iedere keer... Ja, lees wel steeds hetzelfde. Maar je hebt er, ik krijg er iedere keer... Wat ik dus leuk vind aan boeken, is dat je je eigen draai aan mensen kan geven. En hoe je, zeg maar, de personen ziet. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. En hoe je dan de stemmetjes zeg maar hoort. En denkt dat ze per zijn. En dat soort dingen. Dus heel leuk. Oh ja, ik probeer steeds een plaatje te laten zien van als er een tussenstuk zit. Maar ik kan het niet vinden. Oh ja. Bij elk boek is dat anders. Bij het vierde boek zit er bijvoorbeeld een... Nee, dit is een boek zeg maar. Een open boek. En bij deze is dat een appeltje. Heel leuk. Dus ik geef deze ook 5 uit de 5 sterren. Zo jongens, als we zo bij elk boek gaan praten, dan ben ik straks een, nou letterlijk 50 minuten verder. Want ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 boeken. Oké, bijzonder. Oké, dit boek is tot nu toe het dikste van die reeks. Zoals ik even spieken voor jullie. Maar deze was ook echt moeilijk om te lezen. En ik was hier ook echt boos over dit boek. Ik heb echt bijna zitten janken. Dat heb ik niet vaak met boeken. Echt bijna nooit. Deze heeft 517 bladzijden, zeg maar. En ik lees dan ook altijd nog het nawoord, zeg maar.
Dat lees ik gewoon omdat ik dat interessant vind. Maar ik lees nooit dan zeg maar het voorproefje van het volgende boek. Want ik begin meestal omdat ik het zo spannend vind met het nieuwe boek. Dus dan lees ik het dubbel, vind ik zonde. Maar dit boek is dus wel het nu het dikste. En de kaft is wederom weer zo mooi. Kijk eventjes. Dus deze heet The Letter Stories, The Enchantress Returns. En deze, ik ben zo boos geweest op Chris Pulver. Waarom heeft hij dit zo gedaan? Maar ja, ik heb ook wel een beetje zitten huilen stiekem. Maar goed. Ik ga jullie weer de kaart laten zien. Hij is wel iets anders, toch? Ja, was wel iets anders. Ja, want dit was eerst de Sleeping Kingdom. Kijk, het wordt ook echt, zeg maar, de kaart wordt ook geüpdate, zeg maar, per boek. Alles is hetzelfde, behalve de Sleeping Kingdom, want dat heet nu de Eastern Kingdom. En ik ga jullie weer eventjes een plaatje laten zien bij elk hoofdstuk, want dat vind ik leuk. Hier, deze heeft hij dan gequote aan zijn zus. Nou, kijk. Dit is dan het eerste plaatje, zeg maar. Ik ga je ook nog even het plaatje laten zien als er een tussenstuk komt. Dat is dan bij deze een spinwiel. Zie je dat? Heel leuk. En dus wederom de letters zijn kapot mooi. En ja, dat is wel echt een pil, zeg. Nou, een pil. Het is wel een dik boek. Dus ook hier ben ik maar 2 weken mee bezig geweest. En deze heb ik trouwens ook weer in een week uitgelezen, want ik kende het verhaal eigenlijk al. Maar hier ben ik net 2 weken mee bezig geweest. Dus dat ging op zich nog wel prima. En deze, zeg ik hier, vond ik ook moeilijk om erheen te komen. Hier ben ik ook, laten we zeggen, ongeveer 2 maanden, ja, 1 maand mee bezig geweest. Ik vond het heel moeilijk om erheen te komen, omdat ik punt 1 heel boos was over het paarse boek. En omdat ik dit ook wel weer een minder leuk boek vond. Met het blauwe boek ben ik nu bijna 2 maanden bezig. Bijna 2 maanden, of zelfs al 2 maanden. Begin nu volgens mij aan mijn 9e week. En ik ben nog steeds niet. Ik heb volgens mij nu pas zit ik op bladzijde 202 of zo. En dat heeft nog 200 zoveel bladzijden. Dus ik vind het heel moeilijk om daarin te komen. Ik hoop dat ik op vakantie wel een beetje tijd heb om te lezen. Of tenminste, ik heb er wel tijd voor, maar ik neem er gewoon geen tijd voor. Omdat ik het gewoon niet zo'n leuk boek vind. Maar goed, deze heb ik ook bijna 2 maanden over gedaan. Nou, dit is A Grim Warning. Het is niet zo. Deze was wel oké, zeg maar. Het was niet. Ook hier ben ik heel boos over geweest. Maar er zijn Dat andere boek was ik boos over. Nou, de kaart ga ik weer jullie laten zien. Maar dit is niet echt een kaart. Dit is een timeline. Ik weet niet of ik dit goed zo kan aan jullie laten zien. Maar dit is dan deze kaart. En bijvoorbeeld de eerste timeline is: The Fairy Godmother Discovers the Other World. The Dragon Age. The Middle Ages. De Renaissance, hoe weet ik veel, The Age of Magic, The Enlightenment, ja, zeg maar, dit zeg maar. Ik ga het niet allemaal voorlezen, want dat ben ik heel lang bezig, want er staan ook allemaal kleine tekstjes, maar deze kaart is ook heel mooi. En die andere boek waar ik nu mee bezig ben, zeg maar, verspeelt zich ook af in andere verhalen, zoals The Wizard of Oz, en Merlin komt erin voor, en Robin Hood komt erin voor, en Peter Pan komt erin voor. En Alice komt erin voor. Dus Captain Hook en zo. Dus dat, ja, ik vind het aan de ene kant wel leuk en verfrissend. Maar dan denk ik, nou, had niet gehoeven. Nou, deze heeft hij dan geschreven aan al zijn favoriete schrijvers. Bijvoorbeeld J.K. Rowling, C.S. Lewis, Roald Dahl, Eva Ebbinson, L. Frank Baum. Ja, ga zo maar door. Maar al zijn favoriete schrijvers heeft hij hierin benoemd. Heel leuk. Nou, alweer een plaatje. En dit ging zeg maar ook over de Grand Army, zeg maar. En het was zeg maar, ook kwam ook heel veel Frans in voor. En dat kan ik niet, dus dat heb ik gewoon geskipt. De Grand Army, noemde hij het. Maar goed. Ik probeer nog even het plaatje te laten zien van als je het tussenstuk krijgt. Maar dat is nog wel even zoeken volgens mij. Maar ik word hier zo gelukkig van. Want het is echt letterlijk sprookjes zijn. Tenminste, hij heeft het gebaseerd op sprookjes. Op waar gebeurde. Nou, niet waar gebeurde. Op Roodkapje, zoals ik al zei. En Mother Goose. En dat soort dingen. Hans en Gietje komen er ook weer voor. Nou, Goldilocks en Jack
komt ook weer voor. Sneeuwwitje, al dat soort poespas, de zeven dwergen, maar ook Rapelsteeltje kwam erin voor. Nou, ik kan het echt niet vinden. Sneeuwwitje, dat heb ik al gezegd, de schone slaapster, dus Assepoesie. Ja, wat komt er dan nog meer? Ja, hoe heet die allemaal ook alweer? Rapunzel. Nou, volgens mij kan ik dit op het moment zoeken, maar dit had deze. Ja, die had hij wel. Wacht, volgens mij heb ik hem gevonden. Ja, en deze heeft dan een fluitje. Zo'n pannenfluitding. Of zie ik het verkeerd? Ja, zo'n pannenfluitding. Dus die. Oké, ik moet hem echt even opschieten, want we hebben nog een hele hoop. Dan heb ik iets anders. Dit is een stripboek. Deze heb ik voor mijn 19e verjaardag gehad, dus dit jaar. En ja, dat is, ik had niet verwacht dat er stripboeken zou zijn. Dus toen ik hem dacht, wow, dit is een groot leesboek. En toen dacht ik, dit is wel een heel bijzonder leesboek. Nou, dit zijn dan zeg maar degenen die ook in de serie voorkomen. Dus Betty, Veronica, Archie, Jukka. Dat zijn echt de hoofdrolmensen, zeg maar. En voor de serie ook nog Josie en Cheryl. Mis ik dan nog iemand? Nee. Nou, dan open je hem en denk je, what the fuck. Dit is helemaal geen leesboek. En het stond er wel duidelijk bij hoor. Dat stond er wel heel duidelijk bij. Maar ik heb gewoon niet goed gekeken. En ik wil ook heel graag de andere delen nog. Maar deze zijn best wel duur. Deze zijn €25. En dan heb je een stripboek waar je... Ik heb deze er letterlijk binnen 3 dagen uitgelezen. Maar dit is dan zeg maar het eerste hoofdstuk. En dat gaat dan vooral over Archie. En het staat ook bij wie het geschreven heeft. En wie de tekening heeft gemaakt. Nou, kijk eventjes hoe mooi die tekeningen zijn. Trouwens, sorry voor het skeren licht, maar ik heb mijn ringlicht al ingepakt. Voor op vakantie, want ik wil daar namelijk ook graag video's opnemen. Nou, en ik vind de plaatjes gewoon heel erg mooi. Het is niet heel veel, het leest lekker weg. Het is wel Engels. Bijna alles wat ik... Ja, ik heb letterlijk alleen nog maar Engelse boeken laten zien. Er komen volgens mij 5 Nederlandse boeken in. Nee, 6. Nou... dit gaat dan, hoofdstuk 3 gaat bijvoorbeeld over Veronica. En zo gaan we door. Ja, heel leuk. Al deze plaatjes vond ik vooral heel mooi. Niet heel veel tekst, maar wel heel erg mooi. De plaatjes zijn heel mooi. En dan kan je hier zien welke je dan allemaal nog kan sparen. Zeg maar ik wil ze echt allemaal. Maar dan ben ik nog wel even bezig. Ik weet niet, volgens mij kan je ze niet eens allemaal meer kopen. Maar ik wil sowieso volume 2 en volume 3. En dan zie ik het alweer. En je hebt zelfs die van Sabrina, maar dat is logisch, want het speelt zich af. Het speelt zich af in Riverdale en Sabrina speelt zich af in Greendale. Maar ja, ik vind Riverdale leuker dan Sabrina. Maar nou ja, ik heb Sabrina nooit helemaal afgekeken, omdat ik boos was op seizoen 2. Ik weet niet waar ik geleefd ben. Volgens mij ik heb seizoen tot 5, seizoen of deel 2 heb ik gekeken. Toen was ik boos. En toen kwam deel 3 ineens. Dacht ik, ja weet je, laat maar. Ik heb zoveel series die ik nu wil kijken. En Riverdale staat nu eventjes op mijn nummer 1. Omdat ik dat gewoon leuker vind. Nou, niet per se leuker vind. Maar dat wil ik gewoon eerder af hebben. Want dat vind ik gewoon, ja, toch leuker of zo. En weet je, Sabrina vind ik ook heel leuk hoor. Maar dat is heel anders, zeg maar. Als je niet van witchy stuff houdt, dan is het niet leuk, zeg maar. Dan is het niet jouw ding. En Riverdale is meer een beetje zo'n, ja, ik zeg het een basic bitch serie. Dat zeg ik eerlijk. Maar ik heb het wel afgekeken. Het is wel een beetje zo'n... Zelfs Riverdale werd wel spannender, maar het is niet echt spannend zoals Sabrina, zeg maar. Je moet wel tegen bepaalde dingen kunnen, want ik heb wel eens echt weggekeken, omdat ik het zo vies vond en niet tegen kon, zeg maar. Maar bijvoorbeeld als je The 100 kijkt, dan herken je Gaia in Prudence. En dan herken je die, hoe heet die ook alweer? Die andere gast, die speelt er ook in. Die speelt de liefde of iets in het nee, ja, nee, niet echt liefde, maar die speelt de liefde van niet Zelda, maar Hilda. Hoe heet ze ook weer? Zelda of Hilda? Maar die herken ik ook, want die speelde ook in 100. En voor de rest herken ik een paar mensen van 100. Die komen ook, die hebben ook Shadowhunters gespeeld. En ik ken ook nog gewoon een paar andere films met een paar andere spelers die ik ook heb gezien.
Maar toen ken ik hun ook nog niet. Dus nu denk ik, hey, ik heb jou gewoon gezien in de film. En ik herkende jou toen niet echt of zo. Dus dat is wel heel erg leuk, zeg maar. Vind ik zelf altijd als je mensen herkent. En dan denk je, hè, heb je daar echt in gespeeld? Maar ik heb je toen kende ik jou nog niet. Wat raar, zeg maar. En trouwens, Wim Wolfhard, fun fact, heeft ook een rolletje in Hunnert gehad. Dus dat vind ik heel... Ja, ik weet niet eens waarom nu over... Kijk, zie je, dat bedoel ik. Mijn brein heeft alleen maar in die serie. Echt alleen maar. Maar die heeft dus ook een rolletje in gehad. En Sean Bennis trouwens ook, maar dat maakt niet zo uit. Maar zoals ik dus al zei, Wim Wolfhard dus ook. En zoals jullie weten, ik ben dol op Wim Wolfhard. Dus ja, dat is echt mijn schatje ook. Maar die heeft echt een heel klein mini-rolletje gehad. Ik herkent hem bijna niet. Je moet hem, ja, ik herken hem bijvoorbeeld niet. Ik heb het echt moeten opzoeken. Dacht, hey, ken ik jou wel ergens van? Dacht, hey, ja, ik ken je wel ergens van. Dus ja, je moet hem wel even, je moet echt goed kijken. En dat volgens mij was het in de eerste paar seizoenen. Volgens mij 1, 2 of 3. Misschien zelfs, nee, niet 4. Nee, 1, 2 of 3. Dus je moet echt goed kijken, anders zie je het niet. Zelfs ik moest even 2 keer kijken. Maar ik ben de laatste tijd wel heel snel mensen herkennen hoor. Bijvoorbeeld, laatst, ik kijk niet in Supernatural, maar mijn moeder en broertje zaten dat kijken. En toen dacht ik, hé, hey, ik herken die mevrouw ergens van. Toen dacht ik, hey, ik weet waar jij bent, nou, hoe heet ze ook alweer in die serie? Was het Nyla? Volgens mij wel. Ik weet, als de naam komt me wel bekend voor, maar ik denk, oh, maar wie was Nyla ook alweer? Maar volgens mij was het wel haar, ja. Maar toen dacht ik, ik ken jou gewoon. What the fuck, dat is echt leuk. Oké, maar we gaan verder met het volgende boek. Het andere Riverdale boek. En dit is eigenlijk een keer een Nederlands boek. Nee, dit is een Nederlands boek. Je hebt hem ook in het Engels. Mijn moeder heeft hem voor mij in het Nederlands gekocht. Want die was toen alleen beschikbaar. Nou. Oh, wacht, ik heb helemaal geen sterren meer gegeven. Nou ja, boeien, we gaan nu gewoon verder. Nou, dit is als je hem opent. Ja, de kaft, zeg maar, is, ja... Niet zo, ja. De letters zijn ook gewoon prima om te lezen. Ja, ziet er nu niet zo goed, maar niet zo moeilijk. Leest ook heel erg lekker weg, omdat er ook van dit soort hoofdstukjes zitten. Dan lijkt het van zeer een e-mail of appjes en dat soort dingen. Dus dat leest kapot lekker weg. Hier bijvoorbeeld ook appjes. Ik vond het heerlijk om weg te lezen. Ik heb hem ook volgens mij bij de week uitgelezen. En voor de rest, dit is zeg maar het echte. Dit is echt een initiatief in het boek. Dat is ook prima. En voor de rest, ja, hij leest het zeg maar per persoon. Dus hoofdstuk 6 gaat bijvoorbeeld over Jughead. Ja. Hoofdstuk 2 gaat ook over Jughead. Hoofdstuk 5 gaat bijvoorbeeld over Betty. Dus heel leuk. Ik ga deze wel weer een cijfer geven. Deze geef ik 3 uit de 5. Ik weet niet of het een 5 uit de 5 had gemaakt, maar... Het is gewoon, het is wel leuk, maar ook hier heb je meerdere boeken van. Maar ja, ik geef het gewoon geen 5. Ik weet niet waarom, maar ik kan het niet uitleggen. Oké, okay, volgende Nederlandse boek en dat is het boek Kapot. En zoals jullie weten ben ik ook erop, Carrie Slee. Eén boek komt er maar in voor, omdat dit gewoon een van mijn lievelingsboeken is. En ja, ook omdat ik was dol op de boeken toen ik hem las, zeg maar. Het was een heel heftig boek ook, omdat het gaat over scheiding en zo. Gelukkig heb ik dat nooit mee hoeven maken. Zelfs de prijs zit nog op deze, was 15 euro toen de tijd. Ik zou niet weten wat hij nu nog kost. Maar dit is zeg maar het lettertype. Nou, om te lezen. Het is wel even een tijd geleden dat ik dit gelezen heb, hoor. Echt een hele tijd geleden. Ik zou niet echt kunnen vertellen waar het over gaat. Nu, 1, 2, 3. Ik weet dat het nog wel over scheiding ging, dat het allemaal heel heftig was en dat soort dingen. Maar... Ja, deze dus. En deze geef ik ook 3 uit de 5 sterren. Oké, okay, dan ga ik eventjes moeilijk doen. Want ik heb hier de Engelse dingen. Maar ik moet eerst even bij boek 1 beginnen, zeg maar. Is wel zo handig. Nou, deze hebben jullie al vaker voorbij zien komen. Mijn favoriete van de maand. Dit is namelijk het eerste boek van Lemony Snicket's Afschuwelijke Avonturen. Het ellendige eerste boek heet deze. En je kan ook de serie kijken op Netflix. Heb ik ook al gezien. Nou... Ik vind persoonlijk deze lettertype fijner om te lezen dan die in het Engels. Het Nederlands leest zo sneller weg omdat het je eigen taal is. Maar ook deze heeft zulke mooie, vooral letterlijk iets uit, mooie plaatjes. Kijk, je hebt dat bij elk hoofdstuk. Ja, hier bijvoorbeeld bij hoofdstuk 4. Heel leuk. En de letters. Ik heb dit volgens mij letterlijk ook in de 5 dagen uitgelezen. Omdat het zo makkelijk weg te lezen was.
En voor de rest heb je ook wel eens plaatjes tussendoor. Het is heel fijn om weg te lezen, omdat het punt 1 Nederlands is. En punt 2 is grote letters. En het is zo spannend. Nou, ook het is wel echt een kinderboek, zeg maar. Daar moet je wel van houden. Het is echt wel een kinderboek. Het is wel, nou niet echt, ja. Het is wel voor, nou niet voor kleine kindjes, maar het is wel voor kindjes, zeg maar. Dus je moet ervan houden. Ik hou heel erg van kinderboeken. Ik vind het juist een van de leukste dingen om te lezen. Omdat het gewoon, ook voor, ik geniet nog steeds van kinderboeken. Maar je voelt, het is zo leuk beschreven, zeg maar. Het enige wat het nadeel is dat hij steeds op hetzelfde ding hamert. Van bijvoorbeeld Veile Baudelaire of die, Klaus Baudelaire of die, ja. Sunny Baudelaire is dit. En dan denk ik, heel leuk. Maar het hoeft niet steeds over... En dan schrijft hij elk boek van Sunny Baudelaire dit, Sunny Baudelaire dat. En dan denk ik echt van... Ik weet nu wel wie ze zijn. Ik weet ook wel hoe oud ze nu zijn. Ik weet ook wel waar ze vluchten, zeg maar. Want ze vluchten natuurlijk voor Count Olaf. Oftewel nieuw Patrick Harris in de serie. Maar, oké, maar ik lees alleen even deze voor. Beste lezer, als je alleen houdt van verhalen die goed aflopen, lees dan maar een ander boek. Dit boek vertelt namelijk het ellendige verhaal van drie weeskinderen, Violet, Klaus en Roosje Baudelaire. Nadat ze gebrand komen ze in de klauwen terecht van een onsympathieke man, graaf Olaf, die op een familiefortuin uit is. Verder krijgen ze te maken met kriebelkleren, een bobbelige matras, een koude pap voor het ontbijt. Nee, een leuk boek is het niet. Zeg niet dat ik hier niet gewaarschuwd heb. Vriendelijke groeten, Lemony Snicket. Nou, Lemony Snicket is natuurlijk niet echt een echt persoon, dat is gewoon zijn artiestennaam. Ik zou niet weten hoe die... Echt heel eerlijk. Ja, ik heb het wel eens een keer voorbij zien komen, maar heel leuk. En dit is dan dus Count Olaf. En ik moet zeggen, de serie is echt identiek aan het boek. En dat vind ik heel fijn om te lezen. Want meestal denk ik, dat heb ik helemaal niet gezien in de serie. Of in de film denk je, what the fuck? Begin het ook weer? En dan ga je echt twijfelen als je het wel gelezen hebt. Maar dit ging echt precies zo als de serie. Dus dat is heel fijn. En ik heb de serie ook van tevoren al gezien. Dus dan denk je, oh ja, dat herken ik en dat herken ik. En dit ja, dat herken ik ook. En ook dit, dat je boek moet wegleggen als je niet van negativiteit houdt, dat zegt hij ook elk boek. Dus het is wel een beetje een herhaalboek, zeg maar. Maar ik ben ook op een gegeven moment gestopt naar boek 7. Nee, ja, ik was bezig met boek 8. Dacht, nou, ik heb nu wel even genoeg van deze reeks gehad. Deze reeks heeft in totaal 13 boeken, waarvan er 4 vertaald zijn. En de andere 9. Andere 9 boeken heb ik wel in het Engels. Dus 13.49. Ja, dat is 9. What the fuck? Oké, 13.4 is dus 9. De andere 9 boeken heb ik dus in het Engels. En ik wil nog heel graag verder sparen met Lemony Snicket boeken. Echt heel graag. Maar het zijn best wel moeilijke boeken om aan te komen, zeg maar. En als je ze krijgt... Zeg maar, ik heb voor de Engelse boeken veel minder betaald dan voor... Nee, deze heb ik gekregen. Maar deze betaal je letterlijk 7 of 8 euro voor. En deze zijn ook heel vaak uit de handel geweest. En ik vind e-books gewoon niet zo fijn om te lezen. Maar deze dus. Oké, we moeten nu echt door. Deze geef ik 5 uit de 5 sterren. Heel leuk boek vond ik het. Oké, boek 2. Nou, dit ging zeg maar over Uncle Monty volgens mij. Ja, deze ging over Uncle Monty. En dat eerste was gewoon over Count Olaf en hoe de kinderen zijn. En over, zeg maar, over dat hun ouders dat hun ouders zijn overleden en dat soort dingen. En dit ging zeg maar over Uncle Monty, dat ze naar iemand anders gingen. En ook dat ging helemaal fout. En dat ze dan weer, ze moeten steeds telkens naar iemand anders, zeg maar. En dat is echt zo, ja, dat is ook in de serie. Dus het is wel een serie of een reeks waar je van moet houden. Want ze gaan steeds naar een andere persoon en het verhaal blijft eigenlijk steeds hetzelfde. Het gaat altijd fout, het gaat altijd kut. Dus ja, dan moet je wel van het soort boeken houden. Ja, dit ging dus ook over de dodelijke gifadder. Spoiler alert, was helemaal niet dodelijk. Maar ja, Lemony Snicket probeert dus ook... Nee, niet Lemony Snicket. Count Olaf probeert dus steeds... het leven van die kinderen zoet te maken omdat hij achter hun fortuin aan zit. En daarom gaat het steeds fout, zeg maar. En iedere keer komt hij terug en dan komt hij al in een vermomming en dan herkennen die kinderen hem en dan geloven die mensen hun niet. Zoals Mr. Poe, volgens mij heet hij Mr. Poe, die gelooft hem bijvoorbeeld niet en dan gebeurt er wel wat en dan moet hij per se komen en dan gelooft hij ze ineens wel en dan is het te laat en dan gaat hij altijd... En hij hoeft altijd heel veel in zijn zakdoek, dus...
Het is kapot grappig, maar ja, dat is wel dat je denkt, je moet er wel van houden, zeg maar. Het boek 8 ging over dat ze in het ziekenhuis terechtkwamen en dan met het liedje. Die heb ik nog steeds in mijn hoofd. Ik weet niet of dat je snel beter moet worden en dat is echt heel raar. Maar deze dus, ja, deze geef ik ook, nee, deze geef ik een 4 uit de 5. Deze begon al iets minder leuk te worden. Het derde boek. Nou, dit ging over volgens mij Aunt Josephine. Maar of dat ik dat goed heb, ik heb geen idee. Ik denk het wel. Volgens mij ging deze over Aunt Josephine, omdat hier die boot op stond. En dat ging ook over. Ja, dat was wel over Aunt Josephine. Ik ga nog eventjes hier kijken. Ja, Tante Josephine, daar ging het over. Ja, dat ging over Josephine. Ik heb zoveel namen die ik ineens denk: oh mijn god, die heet kan ook voor. Maar het was Monty, kwam weer voor. En natuurlijk Josephine. Ja, dat weet je pas als je verder bent met de serie, maar anders snap je het niet. Ik denk, hé, die naam herken ik. Maar ja, Aunt Josephine dus. Geef ik ook 4 uit de 5. Niet heel, ja, niet een 5 uit de 5. Oké, dan gaan we verder met het vierde boek. En dit is. Dit ging over de zagerij. Ja, machines en over hypnose. En ja, ik lees het nu even. Maar dit ging dus inderdaad over de machines, de houtzagerij. Dat ze kauwgom avond en middag en ochtend eten kregen. En verder niet betaald kregen. Ze werden dus betaald met kortingsbonnen. En die dat niet eens meer gebruikt konden worden. En waar je niet echt spullen van kon halen. En dat ging over hypnose. En dat jochie, Klaus, steeds onder hypnose werd gebracht. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, heel leuk. Ook 4 uit 5. Oké, we gaan even verder met de laatste drie boeken die ik heb. Voor nu. Laat ook even weten wat jullie dat vaker willen zien. Dat ik één keer in de zoveel tijd gewoon mijn favoriete boeken van dat moment. Of wat ik ooit gelezen heb, laat zien. Dat komen deze er niet meer aan bod, maar gewoon andere. Nou, boek 5 is wel heel anders. Het is natuurlijk Engels. De plaatjes zijn iets minder groot bij sommige dingen. En de letters zijn heel anders, zoals je al ziet. En de bladzijden zijn dus toch ook iets minder groot. En dit zijn natuurlijk hardcovers. Deze zijn het niet. En dit heet de Oster Academy. Dit gaat dus zeg maar over dat ze op school zitten, op een kostschool. En dat ze, ja, dat het kutmeisje, wat ook weer. Ik weet het even niet meer, maar die komt ook hier. Nou, ik weet het even niet meer. Maar dat is dus zeg maar dat ze in de kostschool komen en dat meisje is heel vervelend. En die praat heel graag over zichzelf. En dan, ja, ik weet, ja, dan moesten ze rondjes rennen 's nachts. En dan, ja, Mr. Poe, inderdaad. Heel grappig. Probeer even te kijken of die meisjes een naam nog kan vinden. De Quagmires, die naam komt me ook heel erg bekend voor. Nou, ik weet even niet meer hoe dat meisje heet. In ieder geval een hele vervelende meid was dat. Dat vond ik ook al een serie. Oké, boek 6. Het ging over de lift. Ook dat de Krukmaiers vermist waren. En dat ze bij twee mensen terechtkwamen waarvan één echt oprecht heel aardig was. En van de andere was ze een beetje gemeen. En die werkte eigenlijk dus samen met Count Olaf. Maar dat wisten ze toen nog niet. En ze zeg maar, alles wat in is, is in. En wat niet in is, dat gebruiken ze ook niet. Dus gebruiken alleen dingen die in zijn. Dus bijvoorbeeld als ze licht zeg maar uit de tijd zijn, gebruiken ze geen licht. Dan gebruiken ze gewoon kaarslicht. En voor de rest dronken ze ook peterselie drinken. Ze drinken dus ook peterselie, de spul en peterselie. Frisdrank. En dat vinden ze helemaal vies, maar dat moeten ze, want het is in. Dus ja. Dus het gebeurt iets met de lift. Voor de rest ga ik niet meer verder spoilen. Maar dit is natuurlijk het zevende boek. En het ging over dat ze ook bij een heel aardige man kwamen die niet bij Count Olaf hoorde. En die wilde hem ook echt helpen. En het ging over de vogels en over dat. Er was iets van.
VFD aan moesten ze achterkomen. En dat heet ook echt, de plaats heette VFD. En waren dus ook mensen die dus ook van de Crow, of van de Crow Company of iets met rand. Was helemaal belangrijk en zo. En ja, dan komen ze op een gegeven moment in de gevangenis terecht. Omdat ze denken dat ze iemand vermoord hebben. En dat is, dan gaan ze ontsnappen. En dan gaan ze dus naar het ziekenhuis. Want dan worden ze, omdat ze ontsnapt zijn, kunnen ze naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis. En dan kunnen ze zeg maar met die mensen mee. Dus dat waren al mijn boeken. Ik heb het tussendoor even uit moeten zetten. Dus het kan zijn dat het een beetje gek overloopt nu. Maar goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zie jullie graag bij de volgende video. En vergeet zeker niet te abonneren. Zou je mij heel erg mee helpen. En klik dan ook zeker het belletje aan, zodat je niks van mij hoeft te missen. En voor de rest, ja, doe een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Laat een comment achter, vind ik het leuk om te lezen. En volg me zeker op social media, het staat allemaal in de beschrijving. En ja, tot de volgende!